Het is zondag 22 mei. U kijkt naar Omroep Zeeland en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Doordat het lastig is om personeel te vinden en de tarieven van leveranciers stijgen, worden vakanties steeds duurder. Dat merkt ook Floris Kloeg in Hotel De Timmerfabriek in Vlissingen, waar de hotelprijzen flink stijgen. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig met vergelijken wat doet mijn concurrentie en hoe gaat de vraag, hoe is dat ten opzichte van vorig jaar. Stel vergelijkbare omstandigheden, een weekend in het hoogseizoen met prachtig weer, wat zijn dan de verschillen? Ja, zo'n 10% ongeveer. Alles is inderdaad duurder geworden, ja, inclusief de lonen van al het personeel. Maar inderdaad, van elke leverancier hebben wij wel een verhoging doorgekregen de afgelopen maanden. Die hogere tarieven, leidt het dat er nu ook toe dat de belangstelling minder is? Nog niet, nee. Wij zitten natuurlijk aan de kust. De zomers zitten altijd vol, dus nog niet. Meer dan 80% van de Nederlanders wil op vakantie dit jaar, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Vorig jaar was dat nog 70%. De e-bike, oftewel de elektrische fiets. Een uitkomst voor de oudere fietser, maar niet zonder gevaar. Wat we zien is dat er gewoon heel veel ongelukken gebeuren met e-bikers. En daar willen we natuurlijk graag voor zorgen dat dat minder gaat worden. Daarom gaat ZLM e-bike trainingen aanbieden. We zien dat eigenlijk de meeste ongelukken eenzijdige ongelukken zijn. En de grootste pijn zit hem eigenlijk toch wel bij het op- en afstappen. Het remmen en ook bij stoepranden en verkeersdrempels. De training is vooral bedoeld voor 50-plussers. De verwachting is dat de training medio september klaar is om onze eigen instructeurs op te gaan leiden. En we verwachten in november een eerste pilot te kunnen starten met deelnemers. Het Maritiem Museum in Vlissingen had dit weekend een speciale actie om te vieren dat het familieportret van Michiel de Ruiter nu bij hen hangt. Bezoekers mochten gratis hun eigen familieportret laten maken. Ja, ik vind het een heel mooi moment, want ik heb heel veel liefde voor mijn moeder. En om het op zo'n manier in een museum vast te leggen vind ik alleen maar mooi. En ook voor later om het te bewaren. En wat gaan jullie doen met de foto? Ik ga hem denk ik gewoon op mijn kamer ergens op de muur ophangen. Het museum was dit weekend ook gratis te bezoeken ter ere van het nieuwe pronkstuk. Het oude familieportret en de nieuwe familieportretten. Er zijn overeenkomsten, maar toch ook grote verschillen. Toentertijd, dan moest er natuurlijk een tijdje geposeerd worden. Daar werden echt bepaalde houdingen vastgesteld. En daar zat ook heel veel symboliek in een portret. Dus wie waar stond, dat was allemaal heel belangrijk. Nu maak je een portret, je zegt even klik en klaar. En dan heb je het ook meteen. Toen moesten ze er best een hele tijd op wachten. Al mochten bezoekers natuurlijk ook foto's met de nieuwe aanwinst maken. Een groene oase moest het worden. Deze muur bij de bushalte bij het station in Middelburg. Als doel had hij om de stad te laten afkoelen. Maar echt koel kunnen we hem niet meer noemen. De muur is dor en droog. En dat komt omdat het bewateringssysteem van de planten lawaai maakt. En daar hebben de buschauffeurs in de kantine last van. Dus zetten ze geregeld even dat bewateringssysteem uit. Maar ja, het resultaat is een dode muur. Op zich wel mooi, alleen het mag wel wat meer, jungle-achtig. Ik vind het nu nog niet er heel mooi uitzien eigenlijk. Voor mij hoeft het niet, want ik vind het leuker als je gewoon alles kan zien en dat je niet om je heen allemaal groene dingen ziet. Dat maakt voor mij niet zoveel uit. Dus jij vindt het wel prima als al die plantjes doodgaan? Ja. De gemeente laat weten dat er nieuwe planten in de wand komen en dat er een kast komt om het beregeningssysteem voor minder geluidshinder. Het is zondag en dat betekent ook het laatste sportnieuws. En daarvoor gaan we naar Stefan Nijpjes. De korfballers van Top uit Arnhem-Muiden spelen ook volgend seizoen op het hoogste niveau in de veldcompetitie, de Ereklasse. Top verloor weliswaar dit weekend met 11-18 op eigen veld van PKC uit Papendrecht. Maar AWDTV is gedegradeerd en daardoor is Top veilig. En de nederlaag tegen PKC is geen schande, want de ploeg uit Papendrecht is een echte topploeg met meerdere internationals. Bij Top zijn ze blij dat de club op het hoogste niveau actief blijft. De afgelopen weken hebben we het wel zwaar gehad en dan merk je wel dat de zaal er wel in heeft gehakt. En, wat dat betreft ben ik wel blij dat het al gebeurd is. En dat we al weten dat we volgend jaar weer op dit niveau spelen. Straks zie je in Omroep Zeeland Sport een verslag van Top tegen PKC. En verder in de uitzending aandacht voor voetbal.
Hoek tegen Excelsior 31 in de derde divisie. Dat is het debuut van alweer de vijfde trainer bij Hoek dit seizoen, de Belg Björn de Neve. En hij begint goed met een 2-1 overwinning op Excelsior 31, waardoor Hoek mee blijft doen voor een plekje in de nacompetitie. En aandacht voor Kloetingen, dat afgelopen vrijdag kampioen werd in de eerste klasse B dankzij een 3-1 overwinning op de Neusense Boys. En dat betekent een groot feest op het Wesselo Park. Dat en meer straks in Omroep Zeeland Sport. Tot zo. We kregen een mooie en rustige zondag voorgeschoteld door een hoger drukgebied boven West-Duitsland met een uitloper boven Nederland. Dat gaf vooral een beetje hoge bewolking en er was een zwak tot matig windje uit zuidoost tot oost. En daardoor kon de temperatuur alle tijd nemen om een paar graden boven de 20 graden uit te komen. Het beeld gaat wel veranderen, want boven Frankrijk pakt zich langzaam een depressie samen. Die ligt morgen boven Midden-België. De barometer bij ons gaat omlaag, de bewolking neemt toe en vannacht valt er plaatselijk wat regen. Ook morgenochtend valt verspreid wat regen en is er veel bewolking. Morgenmiddag en morgenavond is er weliswaar een beetje zon, maar de lucht wordt onstabiel en dan is er kans op een paar verspreid voorkomende regen- of onweersbuien. Maximum morgen rond 20 graden en een matige veranderlijke wind. Dinsdag en woensdag hebben we een west- tot zuidwestenwind. Dat betekent in deze tijd van het jaar zonnige momenten en verspreid een paar buien, ook vanuit zee. Donderdag, hemelvaartsdag, die lijkt droog te blijven. En tot zover voor vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.